Welkom hier bij mijn allereerste webinar vanuit de Leica Store in Amsterdam. Leica Amsterdam heeft mij gevraagd om iets te vertellen over hoe ik de afgelopen jaren, een jaar of 3, 4, mijn passie voor fotografie en met name straatfotografie heb hervonden. En ja, dat doe ik graag. Ik weet niet of alles even interessant is wat ik te vertellen heb, maar ik vertel graag over mijn liefde voor fotograferen en hoe ik dat doe. En ik merk dat elke keer als ik dat doe, dat mijn ogen beginnen te glinsteren en dat ik enthousiast word. Dus ik zit hier graag. Voor mensen die niet weten wie ik ben Owen Schumacher. En ik ben ooit opgeleid tot jurist, maar ik had altijd een drang om theater te gaan maken. En ben via Comedy Train, stand-up comedy, meer gaan schrijven voor verschillende radio- en televisieprogramma's. Begonnen bij programma's als Glamourland en Dit Was Het Nieuws. En toen gaan schrijven voor Kopspijkers, waar ik toen uiteindelijk ook mee ging spelen. Bekende Nederlanders ging imiteren. En uiteindelijk is dat gekomen tot ons eigen televisieprogramma Koefnoen, waarin we probeerden om de tijdgeest te vangen. En dat hebben we 13 jaar lang gemaakt. En al die tijd heb ik ook foto's gemaakt. Ik zorgde, en dat is een belangrijke taak, ik zorgde in ieder geval dat er altijd een camera aanwezig was op de set, zodat er een foto gemaakt kon worden. En ik zorgde altijd dat er een moment was waarop we even konden poseren. Zo heb ik tijdens al die jaren enkele duizenden foto's gemaakt voor en achter de schermen van het programma. En daar had ik altijd al heel veel plezier in. Maar mijn echte passie voor fotograferen is een aantal jaren geleden opnieuw aangewakkerd. Dus altijd al veel met de camera in de weer geweest. Maar een aantal jaar geleden ging ik een rol spelen in een theaterprogramma. Dat was een show over het leven van Herman Brood. En ik speelde daarin de rol van Bart Chabot. Die had ik al vaker gespeeld. En ik mocht die rol vervullen. Dat was hartstikke leuk om te doen. En ik had gelezen, een van de componenten van die voorstelling was dat Bart Chabot samen met Herman Brood en Jules Deelder in die voorstelling zouden spelen. En ik had gelezen dat Bart af en toe gezegd had, ik word helemaal gek van die twee junks met wie ik op stap ben. Maar ik doe het allemaal om mijn boek te kunnen schrijven. Dus hij was tegelijkertijd deelnemer en observator. En toen ik die rol kreeg, dacht ik, het lijkt me goed om dat ook te doen. Dus om te zorgen dat je medespeler bent, maar dat je ook vanuit een iets hogere hoek ook observator bent van wat je aan het doen bent. En ik dacht, ik kan het dan wel op gaan schrijven, maar dat heeft Bart ooit al gedaan. Laat ik het dan gaan fotograferen. Daar hield ik van. Dus ik ben toen met mijn cameraatje het hele proces vanaf de allereerste repetitie gaan volgen. En ik maakte foto's achter de schermen. Dit was bijvoorbeeld zo'n foto waarin onze hoofdrolspeler Stefan Rokebrand, die Herman Brood speelde, zich klaarmaakt voor zijn rol als Herman Brood. En dus met een viltstift zijn tatoeages op zijn arm zit te tekenen. En ja, nou, het ziet er toch een beetje uit alsof hij ook een gebruiker is. Dus dat soort beelden probeerde ik te maken. En ja, wat blijkt, Herman Brood is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de allereerste Instagrammer. Die heeft zijn hele leven al gezorgd dat hij permanent door goede fotografen in beeld werd gebracht. Door mensen als Gerard Wessel heeft prachtige fotoboek over hem gemaakt. Anton Corbijn heeft prachtige foto's gemaakt. Dus ik probeerde ook steeds meer om in de stijl van die fotografen dingen te zoeken. Dus dit is bijvoorbeeld een foto. De voorkant van het boek over Herman Brood is gemaakt door Martijn van der Griend. Inmiddels een soort bevriende fotograaf van mij geworden. En ik probeerde dan met die foto en een beetje in die stijl. Dus veel zwart-wit, een beetje artistiekerig. Maar wel hier, deze foto, gebaseerd natuurlijk op de foto die Anton Corbijn ooit heeft gemaakt van Clint Eastwood. En dit is dan in de kleedkamer in Nijmegen, waar een spelcomputer staat. En zo proberen we met de componenten die er waren op een creatieve manier die foto's
recht te doen. Dit is bijvoorbeeld een rechtstreekse kopie van een promotiefoto die Anton Corbijn ooit gemaakt heeft. Dus ik ben thuis met die bordjes, met die B en die C en die D gaan zitten tekenen. Ik zorgde dat er kopjes waren. En toen we uiteindelijk in Bussum in de Schouwburg waren, waar ik dacht, hey, hier is precies die zwarte glimmende tafel en die witte achtergrond, heb ik mijn camera in handen geduwd van onze technicus en gezegd, zo moet je hem maken. En ik merkte dat ik steeds meer plezier kreeg in dat fotograferen. Dit is bijvoorbeeld deze poster die werd gebracht toen we ergens in Noord-Groningen aan het spelen waren, door een oude roadie van Herman. En die zei, ik heb nog een aantal posters liggen van een voorstelling die er nooit gekomen is. Dus hij kwam met die poster en ik dacht, oh, hoe kunnen we dit beeld nou eigenlijk ook weer een beetje reproduceren. En in dat theater waren die prachtige spiegeltjes met die lampjes. Dus zo probeerde ik. En ik merkte dat ik steeds meer plezier kreeg in het maken van die foto's. Ook hier kwam de echte Jules Deelder op bezoek in de Schouwburg Luxor. En dan ja, die momenten te vangen dat deze man komt kijken naar de man die hem gespeeld heeft, Tibor Lukács in onze voorstelling. Ja, dat was een moment waar ik dacht, oh, wat gelukkig dat ik dit heb kunnen vastleggen. En ook wel in een soort van sfeer die past bij Herman Brood. Uiteindelijk heb ik zelfs een foto gemaakt van onze Herman Brood voor een foto van Anton Corbijn, die daar zelf Herman Brood speelde. En daar had ik Anton Corbijn in getagd en toen kreeg ik een like van hem, een like van Anton Corbijn. Toen dacht ik, ja, nou, nu doe ik toch werkelijk vast wel iets goeds, anders krijg ik geen like van Anton Corbijn. Dus ik was trots, ik had er plezier in. Dit was een ander project, ik probeerde tijdens die hele tour, heb ik elke avond tijdens de soundcheck een foto gemaakt van de lege zaal en die met elkaar verzameld. Is nu eigenlijk met terugwerkende kracht een beetje een treurig beeld, want dit is zoals al die theaters er nu elke dag bij liggen. Omdat er door de coronacrisis niemand meer naar binnen mag. En deze hangt nu in mijn werkkamer en af en toe kijk ik naar die lege zalen en hoop dat ze ooit weer volkomen. Als we weer met een nieuwe voorstelling de theaters afgaan. Maar in elk geval, mijn liefde voor fotograferen en de lol en het plezier was teruggekomen. Maar ik was nog op zoek naar wat is nou mijn toon? Wat is nou wat mijn foto's onderscheidt van zoveel andere fotografen? En ik merkte als ik op stap ging dat ik steeds leuker vond om mensen te fotograferen, mensen in hun omgeving. Dat waar ik vroeger probeerde om misschien een soort van, als ik in het buitenland was, een ansichtkaart te maken en te wachten tot de mensen voorbijgelopen waren, probeerde ik nu juist te wachten tot de juiste persoon voorbij kwam. Dus dit is in Rome bijvoorbeeld, hier ook. Vroeger had ik misschien die Sint-Pieter alleen maar in beeld proberen te brengen. Maar ja, daar zijn hele mooie ansichtkaarten van door mensen met spullen en apparatuur en ervaring die veel groter is dan ik. Ik vind het veel leuker om dit beeld te hebben. Een hele groep met Afrikanen die gekleed waren in bedrukte stoffen waarin de paus en het christendom werd uitgebeeld. Maar die voorbij lopen aan deze vrouw die, dat zie je hier nog net, de beker ophoudt en aan het bedelen is. Dus eigenlijk het hele idee van naaste liefde en dat soort dingen, daar gingen deze zwaargelovige mensen aan voorbij. En zoiets vind ik dan eigenlijk, blijkt, veel leuker om te vangen dan iets zo mooi en technisch mogelijk in beeld te brengen. Dit is ook op diezelfde vakantie in Rome, waar twee mannen elkaar net passeren. En dan vraag ik me af, gaan ze iets tegen elkaar zeggen? Wat zouden ze dan tegen elkaar zeggen? Proberen ze elkaar juist oogcontact te mijden? Dus ik merkte dat ik eigenlijk steeds meer op zoek was naar beelden die het begin zouden kunnen zijn van een sketch en een scène. Dus ik was op zoek naar wat mijn manier van kijken was. En wat bleek was dat ik eigenlijk moest kijken zoals ik altijd gekeken had. Ik was toen ik scènes en sketches schreef voor Koefman keek ik rond om te kijken, oh, dat zijn bijzondere mensen. Of, oh, dat is een bijzondere situatie. Oh, dat zou een sketch kunnen zijn. En het blijkt dat eigenlijk dat oog, dat mijn manier van kijken is. Dat kon gebruiken voor fotografie. En een van de omslagmomenten daarvoor was deze foto.
Even daarvoor zag ik een meisje zitten op diezelfde plek te wachten op de tram. En het leek alsof ze onder schot gehouden werd. Alleen, zij zat iets rechterop, dus het was ter hoogte van de middel. En het was wel leuk, dat was wel aardig, maar ik was er niet helemaal gelukkig mee. Dus ik besloot toen, en het was eigenlijk naar mijn idee voor het eerst, om te wachten. Wat gebeurt er als ik wacht tot er iets anders gebeurt? En er kwamen nog een paar andere mensen voorbij. Er kwam iemand zitten, wat op zich best goed was, maar dan kwam denderde er weer een tram voorbij. En toen kwam dit mannetje aangelopen. Dit mannetje, misschien wat oneerbiedig, deze meneer met twee tassen, kwam daar naartoe gelopen. En ik kon alleen maar bidden dat hij op die stoel ging zitten en dat zijn hoofd ongeveer ter hoogte van het pistool ging komen. En dat gebeurde. En ik stond daar aan die overkant, ik drukte af, keek en ik dacht, ja, dit is het. Dit is dus waar ik de hele tijd op gewacht had. En dat gaf eigenlijk voor het eerst het idee dat je, als je geduld hebt op een locatie, dat dat iets kan opleveren. En dat je dat gewoon kan, dat je de straat op kunt gaan, kunt kijken op de manier waarop jij kijkt, dat vast kunt leggen. En dat dat iets oplevert wat mij gelukkig maakt. Ik ben namelijk ook niet zo heel erg op zoek naar andere mensen het heel mooi vinden. Natuurlijk is dat leuk, maar ik ben op zoek naar de momenten die bij mij een binnenpretje geven. Of een gevoel van empathie, of dat je denkt van, dat je even moet lachen, even geraakt wordt. En ik denk, dan hoop ik altijd maar dat als dat bij mij lukt, dat dat bij anderen ook gebeurt. En vroeger zou ik die foto's allemaal gemaakt hebben en in mijn computer gezet hebben. Maar rond die tijd was ik ook op Instagram gegaan. Dat had Jan Rot, was de bandleider in dat stuk over Herman Brood. Die had gezegd, dat is iets voor jou. Dat moet je gaan doen, dat ga jij leuk vinden. En ik dacht, daar geloof ik daar niet zo heel erg in. Ik vond Facebook Twitter vond ik een negatief iets. Dus ik dacht, zou dat nou? Maar toen ging ik die foto's plaatsen op Instagram. En ik kreeg al vrij snel heel leuke reacties op die foto's. Ook van fotografen die zeiden, god, wat maak je leuke foto's. Dus, en ik vind sowieso, Instagram is een heel positief medium. Dus mensen, tenminste is mijn ervaring, en mensen reageren daar hartstikke leuk op. Dus het werd een stimulans en je had een reden om de straat op te gaan om die foto's te maken. Er kwam bij dat het net in een periode was dat ons televisieprogramma Koefnoen ophield te bestaan. Dus ik had opeens meer tijd. Mijn kinderen waren begonnen volwassen te worden, hadden mij minder nodig. Dus dat waren allemaal omstandigheden waardoor ik meer tijd had om naar buiten te gaan en gewoon rond te lopen en op zoek te gaan naar situaties. En daarin ging ik dus steeds meer op zoek naar situaties die het begin zouden kunnen zijn van een sketch of een scène. Dit is bijvoorbeeld een foto van deze dames. Eerst stond één meisje stond bij die kassa en overduidelijk was waarschijnlijk voor het eerst of en ze riep die ander erbij en ik zie dan al meteen wat voor gesprek zouden die hebben. Dat gaat waarschijnlijk over de computer die het niet goed doet of hoe kunnen we deze toerist die tegenover ons afzetten. Dat kunnen ze gewoon in het Nederlands met elkaar bespreken. Of ik stel me voor wat deze mensen tegen elkaar zouden zeggen. En ik heb ook sowieso, ook door alle rollen die ik zelf gespeeld heb, een fascinatie voor mensen in uniformen. Dus dit zijn dan momenten waar ik gelukkig van word. En gelukkig bleek dan uit de reacties dat steeds of veel meer mensen dat leuk vonden. Dit ook bijvoorbeeld. Dit was op het Paleis van de Dam. Paleis van de Dam. En er was een moment waarop ik zag een aantal fotografen staan. Die stonden te wachten tot Willem-Alexander zou arriveren. En ik kwam daar aangelopen en ik zag dit. En ik dacht, maar dit vind ik eigenlijk veel leuker. Dit moment, deze mannen die bezig zijn om die loper uit te leggen. En die ook een zekere belangrijkheid ontlenen aan het feit dat zij dat doen voor de koning. Het is niet zo, nee, zij werken bij het paleis. En ik maakte deze foto en ik keek op mijn schermpje. En ik dacht, dit is waar ik voor kom. Dus ik liep weg en andere fotografen, nee, maar hij komt zo hoor, de koning. Maar dan zeg ik,
Ik had hem al. Ik had de foto die ik wilde hebben. En dat, ja, daar heb ik heel veel plezier in. Dit is echt een moment waarop, ja, waarop ik heel gelukkig werd. Dit zijn types die wij zouden kunnen spelen. En twee precies dezelfde ook nog eens. Twee mannen met dezelfde bril en dezelfde snor in hetzelfde pak. Ja, het lijkt alsof de zonnebril en de snor deel zijn geworden van het uniform. Het grappige is ook dat we nu bezig zijn om een voorstelling te maken. Koefnoen in het theater. Zodra het weer mogelijk is om met genoeg mensen in het theater te zitten, gaat dat er ook van komen. En deze twee mannen gaan we dan ook echt spelen. Dus de zoektocht naar personages heeft ook echt wat opgeleverd dat ze misschien ook wel echt gespeeld gaan worden. Of in dit geval dat ze echt gespeeld gaan worden. Ja, hier vraag je ook af, wat zouden deze mannen tegen elkaar zeggen, weet je wel? Gisteren heb ik mijn snor op het nachtkastje laten liggen, weet je wel? En dan neemt niemand je meer serieus in dit werk. Zulke soort van conversaties zie ik dan voor me. En dat soort beelden ben ik naar op zoek. Deze dames, dit was op een Ibiza-festival in Noordwijk. Ja, die hadden zo in Koefnoen terecht kunnen komen met zo'n kleed met Wild and Free op de achtergrond. En zo gaat eigenlijk de manier van kijken zoals ik die altijd gebruikt had voor Koefnoen, gaat vrij makkelijk over in wat ik leuk vind om te fotograferen. Dit is een foto gemaakt vanuit de tram met mijn iPhone. Dus ik zat gewoon vanuit het raam te kijken, deze auto stopt en ik zag deze man met die enorme Winnie de Pooh naast zich. En ik dacht, dit moet ik hebben, dus vastgelegd. Deze foto is ook toen gepubliceerd in het Parool. Toen heeft die man me benaderd en die zei van, ja, dit is, ik rij als chauffeur, rij ik voor verschillende kinderdagverblijven. En ooit kwam ik deze Winnie de Pooh tegen, die heb ik naast me gezet. En dit is nu altijd een reden dat mensen met me gaan praten. Dus ik laat hem maar staan. Dus het is wel grappig dat in dit geval dus degene die ik gefotografeerd heb ook zelf contact op had genomen via de krant om te reageren op die foto. Wat ik wil bij mijn fotografie is dat ik dingen vang zoals ze echt gebeurd zijn. Dat is ook het contrast met wat ik al die jaren bij Koefnoen heb gedaan. Daarbij zochten we naar een type en dat was dan altijd een beetje een overdrijving of een archetype. En mensen zeiden, ja, maar die bestaan niet echt. En het leuke van deze foto's, vind ik, is dat het wel echt is. Het is echt. Ik laat eigenlijk zien, kijk, ik heb het gevangen, dus het bestaat echt. Ik heb het niet verzonnen, nee, het is er echt. Zoals die twee mannen met die snorren net. Als je dat als type zou bedenken, zouden mensen, nou, dat is wel heel overdreven. En dan ook nog twee dezelfde. Nou, maar het bestaat echt. Ik probeer zo min mogelijk in te grijpen in wat ik zie. Ik sta meestal een beetje van een afstandje. Maak mijn foto's, maak me niet kenbaar. Heb geen contact met de mensen. Maar maak op die manier eventjes een soort slices of life, heet dat dan, geloof ik. Dus dat je vastlegt wat er gebeurd is, wat je gezien hebt en wat mij een binnenpretje of een goed gevoel geeft. Dat doe ik allemaal met deze camera. Ik heb er een fijn hoesje voor. Allereerste punt is natuurlijk dat je moet zorgen dat je camera altijd bij de hand hebt. Op het moment dat je nog moet gaan denken, ik moet mijn camera uit mijn tas pakken, ben je voor dit soort foto's eigenlijk altijd te laat. Dus je moet hem eigenlijk altijd bij de hand hebben. In het begin had ik hem zo op mijn buik hangen. En dat is natuurlijk, ik ben Amsterdammer, als je dan door je eigen stad loopt, is dat ook best een beetje gênant. Want je voelt je een soort van toerist in je eigen stad. Maar dat moet je gewoon doen. Ik heb nu zo'n polsbandje, dat is ook prima. Dan heb je hem gewoon zo vast, kan hij niet uit je hand vallen. Dan heb je hem altijd bij je, staat hij aan. Het voordeel van deze camera is dat hij er niet heel professioneel uitziet van een afstandje. Het is niet dat je een enorme toeter hebt waar mensen bang van zijn. Dus mensen denken, oh, dat is een toerist die foto's maakt. En ik kan een beetje zoomen met deze camera. Dus dan hoef ik niet zo heel dichtbij. Dat vind ik ook wel fijn, want zodra je dichterbij komt, breek je ook een beetje in wat je ziet. En worden mensen zich van de camera bewust en gaan ze zich net anders gedragen. Dus dit is voor mij
op dit moment in elk geval een ideaal cameraatje. Met een goede lens, een beetje kunnen zoomen, goede sensor. Het liefst zou ik eigenlijk nog zo'n opklapschermpje willen, dat ik af en toe ook iets meer vanuit de heup zou kunnen schieten. Want de andere camera's, ik heb het ook wel geprobeerd. Ik heb van de mensen van Leica hier ook wel eens een M meegekregen, wat natuurlijk technisch het summum is. Maar ik was zo bezig met te zorgen dat mijn instellingen goed waren, dat ik vergat om goed te kijken. En wat ik wil is een camera die vangt wat ik gezien heb. Ik heb ook wel eens een Q gebruikt, maar die heeft natuurlijk een 45 mm lens. En dan moet je eigenlijk altijd, naar mijn gevoel, moest ik een stap te dichtbij komen. Waardoor ik eigenlijk me als fotograaf kenbaar moest te maken. Terwijl ik het fijner vind om van een afstandje te kijken. Dus voor mij werkt dit heel fijn. Inmiddels denk ik dat ik misschien ook wel met zo'n Q goed zou kunnen werken. Omdat die heeft inmiddels zoveel megapixels dat ik me ook later nog in zou kunnen zoomen. En dit is een van mijn fascinaties. Dat zijn straatartiesten. Ja, en dan eigenlijk altijd vooral op het moment dat ze niet aan het werk zijn. Dus dat ze zich onbespied waren. Deze man die zit te appen. Het is voor mij een soort modern beeld eigenlijk. Waar je de denker van Rodin hebt, heb je hier de apper op de Dam. En wat voor bericht zou die sturen, weet je wel? En sowieso ook de gedachte, die staat daar omdat die mensen dan met hem op de foto kunnen. Maar waarom ga je naar Amsterdam om op de foto te gaan met iemand met twee ijshoorntjes op zijn hoofd? Dit is, ja, ik vind dit heel fascinerend en ook wel herkenbaar. Ik heb zelf voor Koefnen in hele rare uitdossingen op de gekste plekken in Nederland gestaan. En je vergeet soms hoe je eruit ziet. Ik heb lang een rol gespeeld als Annette de heroïnehoer met een zwarte tand en een blonde pruik. En dan een beetje zo over straat lopen en zo. En dan tussendoor, als dan de shots afgelopen waren, dan keek je even terug op de camera wat je net gedaan had. Maar dan vergat je hoe je eruit ziet. Dan liepen er allemaal mensen voorbij. Wat loopt daar voor mafkees, jongen? Dus, en dat is hier natuurlijk ook. Deze mensen hebben een rol, maar af en toe hebben ze die rol niet. En de momenten dat ze die rol niet hebben, vind ik eigenlijk altijd het interessant. Dit is ook. Deze man hier maakt hele grote bellen op de Dam. En de ander staat permanent als Mickey op de Dam. En hier, ja, er is blijkbaar toch ook een soort van kameraadschap tussen straatartiesten onderling. Delen ze dan een sigaretje? En ja, wat zeggen ze dan tegen elkaar? Weet je? Dat zijn dingen die ik leuk vind. Op de achtergrond staat nog de man met de seis. Op heel veel foto's heb ik die teruggezien in de coronatijd. Want dat was eigenlijk de enige die nog op de Dam stond. Een dappere volhouder, magere hein die op de Dam stond. Maar ja, deze ook. Dit is de poster geweest van de eerste tentoonstelling die ik gedaan had. Want dat was het leuke ook. Door Instagram... Waren er steeds meer mensen die mijn foto's gingen zien. En ik kreeg daar reacties op. En uiteindelijk ook een uitnodiging om een tentoonstelling te gaan doen in Vondel CS. En aanvankelijk was daar ook alweer een beetje huiverig voor. Van waarom willen die mensen die foto's? Nou, is dat omdat ik een bekende Nederlander ben? Of is het omdat ze de foto's goed genoeg vonden? En ik hoopte dan natuurlijk dat laatste. En het eerste zal er ongetwijfeld wel iets mee te maken hebben. Ik denk wel dat je misschien, omdat mensen je kennen, eerder een kans geven. Maar ik denk toch dat als de foto's niet goed genoeg zouden zijn, dat dat dan ook wel weer als een boemerang terug zou komen. Dus inmiddels heb ik ook wel vertrouwen gekregen dat mijn manier van kijken bijzonder genoeg is. Of dat in ieder geval genoeg mensen zijn die daar ook plezier aan beleven. En dat is waar het om gaat. Of dat het nou iets heel artistieks is of niet. Het is in ieder geval iets wat mij plezier geeft en waarvan ik merk dat andere mensen er ook lol in hebben. Dit was de affiche van die tentoonstelling. Amsterdam als podium heette het. Daarom ook vond ik het leuk dat hele kleine podiumje er was. En deze Indiaan op de Dam met zijn enorme Calvin Klein onderbroek. Daar had ik lol in. En dit, ook weer een Mickey op de Dam.
waarbij dat ene meisje een beetje jaloers zit te kijken dat de andere geknuffeld wordt. Waarbij je denkt, nee meisje, dan moet je niet jaloers op zijn. Je weet helemaal niet wie erin zit. Dus ja, de straatartiesten op de Dam vind ik altijd wel, of sowieso, vind ik een inspirerende omgeving. Deze enorme man die daar met een blaasballig staat en de man op de achtergrond die volgens mij even probeert uit te rusten op de trappen, die denkt, jezus, kan die klerenherrie afgelopen zijn? Ja, dat... het werk zit erop, weet je. Deze clown heeft zijn kunstjes gedaan. En die denkt, nu even lekker naar huis. Ik gooi die flapschoenen uit en ik laat even heerlijk de boel. Ja, dat is dit ook deze man. Dit was in Polen. Een ridder bij een kasteel. Die de hele dag als ridder daar gestaan had. En hier zijn boeltje weer inpakt en naar huis vertrekt. Polen sowieso. Ik heb een aantal Polenfoto's hier ook tussen zitten. Dat is een project wat ik ook heb gedaan. In samenwerking ook met de Leica Store en het Pools Verkeersbureau. 2 jaar geleden. Mijn vader was vroeger fotograaf. En die had met zijn Leica M2 in 1963 straatfoto's gemaakt in Polen. En dat was toen een vrij... iets wat niet zo heel veel gebeurde. De fotografie, foto's waren natuurlijk toch een beetje zeldzaam en kostbaar. Werden gemaakt voor promotiedoeleinden, voor propagandadoeleinden. En zomaar straatbeelden. Met de blik van de buitenstaander die dat bijzonder vond, dat was er niet zo heel veel. Mijn vader heeft er ooit een boek van gemaakt, Polen 1963. En ik was altijd geïnspireerd geweest door die foto's. Dus ik wilde heel graag naar dezelfde plekken als waar hij ook geweest was. Dus ik ben... 2 jaar geleden, 55 jaar na mijn vader, naar dezelfde plekken geweest in Polen om daar foto's te maken. Daar hebben we ook een presentatie van gemaakt. Heeft hier gehangen in de Leica Store met 2 foto's naast elkaar. Steeds een foto van mijn vader die de inspiratie was geweest en een foto van mij naast elkaar. En het leuke was, vond ik in elk geval, dat als je die foto's naast elkaar zag, dat je beide foto's beter ging bekijken. Ik heb hier nu niet van die combinaties bij me, maar... ja, ik ben dus op zoek naar beelden die het begin van een scène, van een sketch zouden kunnen zijn. Deze man in zijn scootmobiel, die wordt aangesproken door 2 mannen met op hun borst bidden helpt. Ja, die man zit er ook zo bij, ja, kom je nou mee? Ben je mooi laat mee, broer? Ik zou graag zien hoe deze scène dan verder gaat. Hoe gaat dit gesprek? Hoe overtuigen ze hem van dat hij dat toch eigenlijk... had moeten bidden of dat bidden nog steeds kan gaan helpen. Dat zijn de situaties. Sowieso heb ik wel iets met scootmobielen of ook mensen in een rolstoel. Hier op de achtergrond zie je die poster van die superheld die daar bellen staat te blazen. En die eigenlijk heel nonchalant met zijn superkrachten omgaat. En dan komt er iemand voorbij... die heel graag zou willen kunnen wat die superheld kon. Al was maar een fractie daarvan. En dat vind ik dan een leuk contrast. Dit zag ik vrij toevallig. Daarom zie je ook nog steeds nu weer spiegeling van de fotograaf in de weerspiegeling. Natuurlijk heel onprofessioneel. Maar het beeld maakte me even gelukkig. Dus hier ook. Hier lijkt het net, dit is in Rotterdam, een paar dagen voordat daar de Rotterdam Marathon zou worden gelopen. En dan staat er heel Rotterdam schaam met die banaan. En dan lijkt het net alsof deze man uit die rolstoel is gestapt. En dat hij dacht, ja, ga met die banaan. Ze hebben ook gelijk, oh, joh, ik stop gewoon uit die rolstoel, ik ga met die banaan. En dat vind ik dan leuk. Of hier, dit was op de Tenkatenmarkt. Ik zag eerst de man, Schumacher. Nou, het is niet zo heel vaak dat je een naamgenoot voorbij ziet scheuren. Dus die reed op zijn scootmobiel voorbij. En toen dacht ik, oh, dat is grappig. Toen vroeg ik, mag ik een foto van je maken? Toen zei, hey, schat, kom hier. En toen kwam zij dus ook nog omgedraaid met haar bordje Verstappen. En zo... En die hele markt ophoudend heen en weer stekend om mooi naast elkaar te komen. En ik werd er alleen maar een beetje zenuwachtig van. Dus ik heb niet de technisch allermooiste foto gemaakt. Maar wel een mooie herinnering aan dat moment. En het leuke was dat deze man, die zei tegen mij... En is hij gelukt? Wel op YouTube zetten, hè? Nou, ik heb hem
nog nooit op YouTube gezet, want het was een foto. Maar nu komt hij er uiteindelijk toch op. Dus hij heeft wat hij ooit wilde. Dit is een foto en dat vind ik ook altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om foto's te maken op momenten die eigenlijk heel gelukkig moeten zijn. Waarin het ook een beetje droevig wordt. Een droefgeestig gelukkig moment. Dit was... je ziet hier die vrouw die onderuitgezakt achter in de auto zit met een parasolletje en een koffer op het dak. En die man op de achtergrond, ik weet niet, een familielid, die denkt, oh, gelukkig, even uit die auto. Misschien is het helemaal niet zo. Het was een foto op een auto tentoonstelling waar mensen met hun oldtimers kwamen. En misschien zijn ze wel heel gelukkig met elkaar, maar het beeld staat voor mij... Voor mensen die met elkaar urenlang op vakantie in de auto moeten en af en toe denken, ah, ik mag er even uit, even weg bij dat mens. Hier heb ik die foto trouwens ook nog een beetje, die heb ik zwart-wit gemaakt. Dat deed ik toen ik begon met mijn straatfoto's wel meer. Ik vond dat het er meteen kunstig uitzien. Het werd ook meteen iets artistieker naar mijn gevoel. Ik merk dat ik dat steeds minder de neiging heb, omdat ik... Steeds meer merk dat ik op zoek ben naar echt beelden zoals het echt gegaan is. Dus het vangen van een moment zoals het zich echt heeft voorgedaan. En dus vind ik dat eigenlijk in kleur echter en beter dan in zwart-wit. Dus ik doe het alleen nog heel zelden als ik vind dat de kleuren te zeer afleiden van wat ik wil doen. In de tussentijd trouwens, als er mensen zijn die vragen hebben, want ik ratel lekker door, want ik ben enthousiast over waar ik plezier in heb. Maar als er mensen zijn die vragen hebben, stel ze gerust. Er zijn beneden, geloof ik, mensen die dat dan kunnen ontvangen en door kunnen geven. Dus stel gerust je vragen. Als dat niet zo is, ga ik gewoon door met de foto's die ik jullie wil laten zien. Dit is ook zo'n moment. Dit was in Frankrijk waar de majorettes aan het marcheren waren. En ja, hier vooraan loopt er dan een meisje dat de ander een beetje zegt hoe ze het eigenlijk moeten doen. In het midden is er nog eentje die de te strakke jurk uit de bilspleet trekt. Ja, ik word hier heel blij van dit soort momenten. Dit is een van de laatste keren dat de kermis op de Dam was. En hier gaat het me eigenlijk vooral om de kleuren, de vrouw die daar... Heel lang staat op die kermis. Het is een mooi beeld, vind ik. Hier ook. Dan vraag ik me af wat deze meisjes op de schiettent tegen elkaar zeggen. Waarschijnlijk. Doe maar net alsof het je ex is. En dan kan ze beter richten. Deze dames, moslimdames, die met een grijparm op zoek gaan naar een Pikachu. Of dit. Het is natuurlijk al vaak gedaan. Er zijn fotografen die er hele fotoboeken van hebben volgemaakt. Dougie Wallace heeft een Schotse fotograaf, hondsbrutaal. Heeft een heel fotoboek met allerlei handparties en dat soort dingen. Maar dit was op het station. En de vrolijkmakende triestigheid vind ik leuk. Deze man. Ja. Of hier, dit waren Russen die op de Dam stonden. En dat je dan als nagedachtenis aan de mooiste dag van je leven op de Dam gaat staan. En je door duiven laat onderkakken ongeveer. Hier zijn nog twee duiven op het hoedje van die man. Heel veel plezier aan het maken. Die denken, jezus, zo'n lekker bed hebben wij nog nooit gehad. Ja. En dit is ook weer een foto die ik in Polen heb gemaakt. Een beetje... vanuit de heup. Ik had toen een andere camera meegekregen, een CL, dus ook met een beetje een zoomlens. En de Poolse begeleider met wie ik toen door Warschau liep, zei van ik weet niet of mensen het heel fijn vinden als je hier binnen ook foto's maakt. Dus ik had hem hier zo ophangen en ik zag dit beeld van die oudere vrouw en die jongen die zat te wachten op zijn eten. En ik heb toen vanuit de heup deze foto gemaakt. Ja, ik vind het een mooi contrast. Dit ook, een stel dat kijkt naar de horizon. Het is in Scheveningen. Wat denken ze?
Oh ja, daar in de verte, daar ligt Engeland. Dat was vroeger toch ook Europa, zo'n soort van gedachte. Of misschien zeggen ze wel niks. Vaak wordt gezegd dat niks treuriger is dan stellen die niks meer tegen elkaar te zeggen hebben. Maar ik vind het ja, vaak juist wel mooi. Ik vind eigenlijk dat er niks intiemers bestaat dan als je niks meer tegen elkaar hoeft te zeggen. Dus deze man ook in Scheveningen met een totaal verbrande kop. Ja, die was ook zo, ja, code rood. Onzin, jong. En je gelooft bijna niet dat hier niks aan veranderd is. Maar hier heb ik echt in kleurcorrectie niks aan gedaan. Doe ik sowieso heel weinig. Ten eerste omdat ik daar niet zo heel erg goed in ben. Ten tweede ook omdat ik juist het echte leven probeer te vangen. Dus ik heb alleen ik werk op een. Ik laat ze in op een Apple. En dan heb ik mijn schuifjes die ik daarop met het fotoprogramma van Apple kan bewerken. Maar voor de rest niet al te veel dingen. Ik krop wel, dat doe ik wel. Er zijn natuurlijk heel veel fotografen die zeggen, nee, je moet het beeld vangen. En dan mag het alleen maar in de afmeting zijn waarin je het gevangen hebt. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ik wil vangen waar ik door getriggerd werd om die foto te maken. En dan mag ik wat mij betreft best later nog digitaal inzoomen. Als dan de kwaliteit wat minder wordt, maakt me dat eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Het ging mij om het vangen van het moment wat bij mij een emotie teweeg bracht. Dit vind ik ook een man in zijn regen poncho die waarschijnlijk nog naar thuis appt. Wat wilde je nou speciaal? Of wat voor kroket wilde je? En dan Piet Patat. Veel Hollandse kun je natuurlijk toch gewoon niet krijgen. En sowieso mensen met veel mensen op telefoons vind ik leuk. Dit, hier heb ik lang op staan wachten. Dit is een bewegend scherm bij de Heilige Weg. En daar kwam om de zoveel tijd kwam daar de future voorbij. En ik dacht, het lijkt me leuk om iets te vangen wat dan met de toekomst te maken heeft. Maar dat was altijd steeds, dat beeld was er maar 3 seconden. Dus ik heb allerlei dingen voorbij gekomen. En op een gegeven moment kwam zij voorbij, ging stilstaan voor dat beeld en keek op de telefoon. Dacht ik, oh ja, dit is wat ons, wat de toekomst is. Mensen die alleen nog maar op hun scherm kijken en niet meer om zich heen. Dus hier was ik heel blij mee met deze foto. Moet je soms lang op wachten en soms komen er ook dingen voorbij waarvan je denkt, ja, nu heb ik het bijna en dan komt er net op de voorgrond iemand voorbij. Of zij liep, ik heb ook wel eens gehad dat er een beeld is waarop ik dacht, oh, wat zou het goed zijn als er nu iemand met een blinde geleidestok voorbij komt. Dat gebeurde, maar net op dat moment kwam er ook een auto voorbij en dus had ik het beeld niet. Wat ik heel graag wilde hebben. Dus de mooiste foto's zijn soms de foto's die nooit gemaakt zijn. Die je in je hoofd wel hebt opgeslagen, maar die er uiteindelijk nooit van gekomen zijn. En ook dat geeft heel veel voldoening. Soms lukt het ook niet, hè? Dus ik ga vaak naar buiten als ik een paar uurtjes vrij heb. En dan probeer ik wat te vinden. En soms lukt het en kom je in een vibe en krijg je een paar foto's op een dag. Soms krijg je ook helemaal niks. Het is ik noem het wel vissen zonder vangstgarantie. Dus het proberen te vangen en is de lol. En als dat altijd zou lukken, dan zou je ook nooit zo veel bevrediging krijgen op de momenten dat het werkt. Dus de momenten moeten toch ook weer een beetje zeldzaam zijn. Maar als je hard werkt en volhoudt en geduld hebt, dan komt er bijna altijd wel iets wat de moeite waard is. Soms vind je het dan later dan weer helemaal niet de moeite waard, maar wel wat je zoektocht de moeite waard heeft gemaakt. Dit is ook het eindproduct. Ik zag alleen een nieuwe look en ik dacht, wat zou hier voorbij? Hier zou eigenlijk een heel modieus iemand voorbij moeten komen. En ik heb wat foto's gemaakt van een soort van hippe gast met een petje. Toen kwam er een moeder met een kind met bijna dezelfde kleding kwam voorbij. En was leuk, maar ik dacht, dat. En toen kwamen deze totaal gelifte personen voorbij. En toen dacht ik, ja, dit is hem. Dit is waarvoor ik op deze plek ben blijven staan. En dan kan ik weg. Dan hoef ik ook niet meer verder te blijven staan. Want dan denk ik, ja, dit is hem dan. Dus
Ook deze foto heb ik trouwens oorspronkelijk ooit weer zwart-wit gemaakt. Maar nu vind ik hem toch kleur weer fijner dan zwart-wit. Dus dat doe ik vaker. Ik zoek vaak eerst ook een locatie waarvan ik denk van hier zou iets kunnen gebeuren wat de moeite waard is. Dat is een manier die ik fijn vind om te werken. Ik vind vaak alleen een locatie vind ik een beetje saai. Alleen een persoon vind ik vaak ook niet voldoende. Ik wil graag een persoon, een specifiek persoon, wat iets aangaat met de omgeving. Dus hier was het model wat helemaal de curves benadrukt, je body optics optimaal benadrukt, waarbij dan de vrouw met de kinderwagen voorbij komt, die denkt, ja, als ik geen kinderen had gekregen, zag ik er ook nog zo uit. Weet je? Dus dat vind ik dan leuk. Of deze. De man die denkt, laptop open, serie aan. Het is ook een soort meneer de Bok van André van Duin-achtig figuur. Ook een figuur waarvan je denkt, ja, als je dat als type zou maken, nu nog, met een alpino-pet, dan zou je denken, ja, die bestaan helemaal niet. En ik vind het dan zo leuk dat ze wel bestaan. En dat ik nu in de foto's kan, ja, nee, deze mensen bestaan echt. Die gaan met de tram, die staan in de stad, nu, heden ten dagen. En dit vind ik ook leuk, als er dan een groot beeld, grote reclame waar iemand staat te kijken, dan moet er iets gebeuren waar ze dan naar zou kunnen kijken. Dus ook hier zijn er heel wat mensen voorbij gekomen, tot er uiteindelijk iemand dat ze echt op de telefoon kijkt. En dan ben ik tevreden. Hier ook. Dat je denkt van, nee, je kijkt naar deze kant op, maar het gevaar zit aan de andere kant. Zou je ertoe willen roepen? Of hier ook. Dit is ook deze grijnzende man op de poster. En dat kind dat denkt, ah ja, joh, je maakt hem niks. En aan de andere kant staat ook iemand die er best bedreigend uitziet. Misschien is het haar vader, ik weet het niet. Maar voor mij werkt dat zo. Deze man die langsloopt op het volksbadhuis met de ingangvrouw. Het lijkt alsof hij de deur te lijf wil gaan van waarom mag ik hier niet in. Maar hij was een soort van zwingend met zijn koptelefoon de deur voorbij aan het lopen. En dit ook. De achtergrond was al hartstikke mooi. Dat zou normaal gesproken een mooie foto zijn geweest. Amsterdamse school tegenover Museum het Schip. Maar voor mij is het dan een surplus of een bonus dat dan dit mannetje met die baard en zijn krant voorbij komt. Dat is een soort kabouterhuisje waar dan ook echt een kabouter voorbij komt. Dan ben ik gelukkig. Dus dat is waar je naar op zoek bent. Nee, steeds van die momentjes die je dan even blij maken. Die je denkt, hier was ook het uitgangspunt, was de achtergrond. Wat kan ik met deze? Dit is gewoon een reclame van, hoe heet het? Het kruidvat. Nou, dit hangt op duizenden plaatsen in Nederland, maar wat zou er voorbij kunnen komen? En deze moeder en dochter, waarbij net de dochter de kauwgombel blaast, dat vind ik dan leuk. Of deze, hier vind ik het dan leuk dat nog net de huizen boven de street art komen, waardoor eigenlijk het verschil onduidelijk wordt. Van wat is nou nog echt en waar houdt het schilderij op? En dit is een foto ook. Dit is een kunstwerk hier in Amsterdam. Hugo Kaagman heeft dat gemaakt met wat dan typisch Nederlands is. En dat dan deze vrouw daar langs loopt, daarnaar kijkt. En met precies dat blauwe tasje. En misschien iets leert over hoe Nederland in elkaar zit. Over de krakersrellen, over vrouw Antje. En dan ook nog dat de nooduitgang vrijhouden staat er dan bij. En dan denk ik, dit is waarom ik talloze mensen heb laten passeren en deze foto het uiteindelijk geworden is. Dit is een vrouw die haveloos en met al de spullen bij zich op het station loopt. En dan staat elke werkdag straatprijs. En dan denk ik, ja, zij heeft waarschijnlijk geen huis en dus ook geen postcode. Dus degene die het meest verdient, die komt helemaal niet in aanmerking voor die straatprijs. En dit is ook weer in Polen.
waar de street art op zich al leuk was. Maar deze vrouw komt er dan voorbij in precies dezelfde kleur groen. En ik, in mijn hoofd hoor ik dan dat mannetje mama roepen. Dus dan... dit is in de kunsthal in Rotterdam met een tentoonstelling over van hyperrealistische beelden. Maar dat weet je niet. Dus dit zou ook iets kunnen zijn waarbij de man op de achtergrond een beetje gegeneerd kijkt van wat gebeurt hier. Dit is veel te publiek. Maar ik vond het vooral leuk dat de man er zo ontzettend leek op het beeld daarvoor. Dus alsof je ook kon kijken van zulke mensen bestaan helemaal hyperrealisme. Zulke beelden bestaan helemaal niet in het echt. Of hoe is dit het beeld van mij geworden? Het gaat in ieder geval, er is iets aan de hand tussen het beeld en de toeschouwer. Dit is ook in Scheveningen. Een jogger die uit kan puffen bij dit beeld. En dit is voor mij een beetje wat... Ik ben bang voor honden namelijk. Ik ben ooit een keer gebeten door een hond. En dat ruiken honden altijd. Dus dan zeggen baasje altijd... hij doet niks hoor. En dit was voor mij het ultieme... hij doet niks hoor. Dat zo'n hond gewoon ingepakt is door andere kleine beestjes. Of dit het beeld kan erachter zijn, maar het beeld kan ook op de voorgrond zijn. Dit is de Goliath die ze op de voorgrond zat. En als daar dan iemand achterloopt die precies op het juiste moment naar boven kijkt, dan ontstaat er iets tussen de omgeving. En dan is het meer, de persoon op zich is een hipster, die zou ik leuk vinden om te fotograferen. Maar het feit dat hij daar staat en naar boven kijkt, heeft voor mij een toegevoegde waarde. Of hier een beeld van Botero. Waarbij het kind wijst en naar de vader zegt van, maar pap, waarom zie jij er niet zo uit? Of waarom ziet deze meneer er zo raar uit? En hier, de beelden kunnen ook nog in een etalage zitten, een glazenwasser in Antwerpen. Waarbij de beelden op de achtergrond hem bijna lijken te verleiden. Kom binnen, kom binnen. Maar hij denkt, nee, de plicht roept. De ramen moeten gewassen worden. Dus hij gaat door. Dit vind ik ook mooi. Obey your body, luister naar je lichaam. En dan de kromgetrokken vrouw die met de rollator daar voorbij trekt. Dan gaat de omgeving in iets aan met de personages waar we naar, die daaraan voorbij gaan. En dat deze man die bijna verliefd kijkt naar het koffiezetapparaat in de etalage. Die denkt, oh, één bakje koffie uit dat apparaat. Oh, zit hij te lekker baarden. Of deze mannen, die staat op het bordje, staat feestelijke opening woensdag 13 juni. Dus alsof ze niet kunnen wachten tot de blokker opent. Kijken, wat zouden ze hebben? Droogmolens, strijkplanken. En dit vond ik ook. Dit was echt een moment dat ik op straat liep en gelukkig mijn camera op mijn buik had hangen. En dat ik meteen alleen maar zo hoef te doen. Dat is natuurlijk ook het voordeel... Van dit cameraatje, dat er een goede autofocus op zit. Dat ik meteen, hup, en ik kon richten. Het leek alsof het dames waren die op hetzelfde jurkje vielen. Dat ze daar aankwamen en allebei dachten, ah, dat jurkje wilde. En dat ze duidelijk dezelfde smaak hadden. Het waren twee dames die alle twee in die winkel werkten en even gingen kijken hoe ze vonden dat de etalage geworden waren. Maar mensen die er hetzelfde uitzien, is ook een van de dingen die ik altijd fascinerend vind. Hier ook. Deze twee dames die samen met dezelfde jurk de stad in gaan en elkaar misschien afvragen, is de hoed net te veel of kan het? Hier is een meisje die op hetzelfde moment een sigaret opsteken met de broeken die op exact dezelfde plekken gescheurd zijn, dus die zo gekocht zijn. Ja, dat vind ik leuk. Mensen op de fiets vind ik ook leuk. Deze man die volgepakt met zijn tas naar het station gaat om zijn kind blijkbaar af te zetten. Of deze vrouw in de sneeuw die denkt, ja, als ik mijn paraplu niet had meegenomen, dan was het niet gaan sneeuwen, dus blij dat ik hem mee heb. Of hier deze jongens die denken, even uitrusten, maar wel weten dat die fiets vrij kostbaar is. Dus als ze gaan liggen, toch hun hand erop houden uit bescherming.
En dit is weer eigenlijk een combinatie. Dus fietsen en een straatartiest die naar huis gaat. Dus die heeft de hele dag gestaan om gefotografeerd te worden. Maar hij moet op een bepaald moment ook weer naar huis toe. Dus stapt op zijn fiets. En die kom je dan zo fietsend door de stad tegen. Mannen aan het werk, vind ik ook altijd leuk. Mannen, deze stonden te werken. En dan voor die etalage met de dames in. Alsof ze ook een beetje aan het flirten zijn met de etalagepoppen. Of hier ook dat de poster aan het ophangen zijn. En dat de vrouw op de poster het zich laat welgevallen. Deze man die de klok aan het repareren is. Ik vind het altijd leuk als mensen aan het werk zijn. Als je ze betrapt in een moment waarop ze aan het doen zijn wat ze normaal gesproken moeten doen. Maar waardoor je zelf denkt, oh ja, dat werk wordt ook gedaan. En dit vind ik ook altijd mooi. Mensen die eigenlijk eenlingen zijn in hun omgeving. Deze man deed mee aan de demonstratie. Hij heeft ook gezegd, ik doe mee. Ik doe dan ook echt een rood t-shirt aan. Ik doe dan ook wel. Maar ik ga niet helemaal meelopen. Dus hij loopt er net naast. En de eenling vind ik altijd. Dit ook. Dit lijkt op een vrouw die wij heel vaak in Koefnoen hebben gespeeld. Ipi, een vrouw met rood haar die tegen de klippen op. Het probeerde om het gezellig te maken. Die hier in Polen in het Wassenbeeldenmuseum een selfie maakt met drie verschillende pausen. De eenling die zich niets aantrekt van zijn omgeving, hier ook een duiker tegen de achtergrond van het Olympisch Stadion. Die gewoon denkt, het is warm weer. En in zijn onderbroek, hup, van de brug afspringt om verkoeling te zoeken. Deze man als een kind zo blij met zijn ballon. De eenlingen die iets van het leven proberen te maken en optimistisch blijven tegen de klippen op, vind ik fijn om te zien. Deze zwerver die op het Rembrandtplein tegen de achtergrond van die Rembrandt-ets op de achtergrond. Hij zou daar bij wijze van spreken zo uitgestapt kunnen zijn. En ondertussen zit hij daar in de zon. En denk je, ja, hij is eigenlijk degene die het hier misschien nog wel het best bekeken heeft van iedereen. Niet dat ik zijn leven wil romantiseren of wil denken van, oh, wat is het toch mooi om. Maar hij zit daar in de zon terwijl de mensen in alle drukte aan hem voorbij trekken. En hij past heel goed in zijn omgeving. Deze man kwam ik tegen, blijkt een klant te zijn van deze winkel. Maar hij stond daar met zijn camera op zijn buik, deze boeddhistische monnik. Man die volgens mij het materialisme heeft afgezworen, stond daar met die camera op zijn buik. En hij keek naar mij en zei van, oh, you have a Leica. En toen zei ik, ja. Heel verbaasd eigenlijk dat deze man uitgerekend daarop aansloeg. Toen zei hij, I have Leica too. En toen haalde hij vanuit zijn tas ook een Leica tevoorschijn. Dus ik was verbaasd. Dat juist zo'n een boeddhist die het materialisme had afgezworen, daarop aansloeg. Deze man die stond te wachten, ik vond het een mooi beeld. Het bleek dat het op de achtergrond dat het een vriend was die hij lang niet gezien had. En je ziet hier volgens mij in zijn houding wel, ik ben benieuwd wat er van hem geworden is. Dit is ook weer in Polen, net als de vorige foto. De man die lang gespaard heeft voor zijn oldtimer. En die dan net als hij ermee wil pronken in de stad niet doet. Dus moet gaan zitten sleutelen. Of deze vrouw die moet kiezen welke van de pruiken ze straks gaat nemen. De man die zijn geld bij elkaar. Wat wil hij kopen met het geld wat hij bij elkaar heeft? Waarschijnlijk gewoon zijn brood en zijn eten. Of misschien ook wel iets bijzonders. Een café latte of weet ik veel wat. Ik ben benieuwd. Ik zou eigenlijk willen weten naar welke winkel die hierna gaat. En dit was een foto waar ik heel gelukkig mee was. Dat was in de tijd dat ik net de tentoonstelling had gezien van Erwin Olaf. En ik vond het zo knap dat hij beelden maakte die nog niet bestonden. Die geheel uit zijn fantasie ontsproten waren. Dus dat hij zelf een achtergrond maakte, een model zocht en daarmee een emotie teweeg bracht. En ik dacht, ik,
ik zou dat volgens mij helemaal niet kunnen. Ik zou het moeilijk vinden om van tevoren te bedenken wat ik dan zou willen zien. Ik weet eigenlijk pas achteraf wat ik had willen zien. En dit was een foto waarvan ik dacht, dit is een beetje in de stijl van Erwin Olaf. Deze vrouw die van de trap afkomt op het station in Antwerpen, zwanger. Dit is voor mij het beeld van hoop. Iemand die met nieuwe verwachtingen op een nieuwe plaats komt, in verwachting zijnde. En toen dacht ik, ik zou wat Erwin Olaf kan nooit kunnen. Maar dit is het dichtstbij wat ik zou kunnen komen. Een soort hommage aan Erwin Olaf wat mij betreft. En ik ben niet op zoek alleen naar eenlingen. Ook een eenzame hond mag wat mij betreft ook. Dan tot slot nog even, want ik zou het ook hebben over straatfotografie in tijden van corona. Wat is er dan anders? De anderhalve meter, dat is natuurlijk iets wat anders is in deze tijd. Wat mij betreft maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik kom eigenlijk nooit dichterbij dan die anderhalve meter. Dus dat had wat mij betreft niet echt heel veel invloed. Het moeilijkste vond ik in deze tijd is dat je denkt van, ik leef op een heel bijzonder moment. Ik wil dit eigenlijk vastleggen, maar datgene wat ik leuk vind, dat is moeilijk omdat er zo weinig mensen lopen. Ik vind het leuk om mensen te zien, onbespied, in hun omgeving. Terwijl als ik in deze tijd de straat op ging, dan was het eigenlijk, ten eerste had je heel weinig mensen, ook weinig rare mensen, en dan kon je ze bijna helemaal niet fotograferen zonder dat ze door hadden dat ze gefotografeerd werden. Dus dat vond ik lastig en toch probeerde ik om deze tijd te vangen. Dus dan maar duidelijk maken dat het ging om die anderhalve meter afstand, waarbij dan mensen voorbij lopen die afstand niet in de gaten houden. Of dit. Hier heb ik een tijdje staan wachten bij deze poster met oorlog, natuur en pandemie. Ik hoop dat er iemand voorbij komt met een mondkapje of iets dergelijks. En toen kwam deze man, die ging zitten, deed zijn mondkapje naar beneden, pakte een peuk en ging zitten roken. En toen dacht ik, dit is waar ik een tijdje op heb zitten wachten. Deze moest heel snel, ik zag hem opeens in de Leidsestraat deze man aankomen fietsen in de tijd dat het mondkapje in elk geval net in opkomst was op zijn fiets en dan met het roze mondkapje. Ik kon snel mijn camera pakken en alleen klikken en dus hij is een beetje vaag en niet helemaal scherp, maar toch vind ik dan het vangen van het moment voldoende. Dus dan kan ik er genoegen mee nemen dat de foto misschien minder gaaf is qua scherpte, maar dat ik in ieder geval dat moment heb gevangen. Dit is op de Dam, waar het zo rustig was. Je ziet hier die ene man met die zeis en twee mensen die, omdat de sportscholen dicht zijn, op hun handen gaan staan op de Dam. En deze vrouw die op 5 mei aan het bevrijden was, met een niet helemaal duidelijke tekst. Zelfs de politieman moest heel dichtbij komen om te zien wat ze nou uiteindelijk geschreven had. Zo probeerde ik toch in deze tijden van corona iets te vangen van deze tijd. Ik vond het lastig. Ik zag heel veel foto's voorbij komen van mensen die foto's maakten van de stille straten. En ik heb dat ook wel geprobeerd, maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet wat ik het interessantst vind. Ik vind het interessantst hoe de mensen ermee omgaan. Hele gezinnen die hier naartoe komen met mondkapjes. Hier ook. Uiteindelijk vond ik dit een heel mooi beeld. Een jongetje die passend in de kleuren op de achtergrond, samen zijn we ook hierin sterk en daarin voorbij kwam. Dit is voor mij een mooi beeld van de coronatijden. Dit was eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen over mijn passie voor straatfotografie. Ik weet niet of er nog mensen zijn die iets te vragen hebben. Anders wil ik jullie in elk geval bedanken. Degene die gekeken hebben. We hebben een paar vragen. Waarom koos je zwart-wit bij de unlocked foto? Ja,
Ten eerste was dat de periode dat ik eigenlijk net aan het zoeken was naar wat mijn toon was bij straatfotografie. Dat was die foto nogmaals waar de man in het hokje zit met het pistool uit de affiche daarnaast, uit de Abri, ongeveer op zijn hoofd. Ik heb dat toen zwart-wit gemaakt, omdat ik er waren wat dingen ook op de achtergrond die een beetje afleiden van dat beeld. Ik had toen ook het idee dat het daardoor eigenlijk iets artistieker werd. Maar ik heb hem inmiddels ook weer, ik had hem sowieso bewaard, maar ik heb ook de oude kleurenfoto weer teruggevonden. En die koester ik nu eigenlijk meer dan de zwart-witte. Maar ik wilde het, omdat het zo'n belangrijke stap was voor mij in het besef, wilde ik hem jullie laten zien op de manier waarop ik toen daar heel gelukkig mee was. Inmiddels zou ik hem dus niet meer zo doen. Dus goede vraag. Durf je niet close te gaan? Ja, goede vraag. Ik zou af en toe best wat dapperder willen zijn. Er zijn twee dingen die daarbij een rol spelen. Eén, ik wil eigenlijk niet inbreken in wat ik zie. En vaak, als je een stap dichterbij zou moeten gaan, worden mensen zich bewust van het feit dat je een foto maakt, gaan dan eerder poseren, gaan erop reageren. En dat vind ik eigenlijk jammer. Ten tweede is het ook af en toe inderdaad echt wel een kwestie van durf. Ik vind het gewoon echt wel eng om nog dichterbij te zijn. Ook omdat het soms ook nog wel voorkomt dat mensen weten wie ik ben. Dus dat het dan opeens een extra, zeker in Amsterdam of in Nederland, dan krijgt het opeens een extra betekenis. Maar ik bedoel, er is volgens mij een oude spreuk van Robert Capa die zegt: If your picture isn't good enough, you're probably not close enough. Ik zou eigenlijk wel af en toe iets dichterbij moeten durven gaan. Dat zou wat betreft een uitdaging zijn om toch weer met zo'n 28 mm camera op stap te gaan. Om mezelf te dwingen om er dichterbij te komen. Maar het gevaar is dan wel dat je inbreuk maakt op wat je aan het zien bent. Dan een vraag. Krop je veel in nabewerking? Het lijkt me zo. Ik zie zelf graag meer omgeving. Vandaar mijn vraag. Ja, ook een goede vraag. Ik krop wel behoorlijk, omdat ik eigenlijk zo veel mogelijk wil focussen op de momenten die mij iets deden. Dat probeer ik eigenlijk vrij in your face te doen. Ja, dat is een kwestie van smaak. Als de omgeving iets extra's oplevert, dan vind ik het heel goed. Dus als je iemand ziet heel druk in een totaal verstilde omgeving, dan vind ik het, of zoals de duiker en je ziet op de achtergrond het Olympisch Stadion, dan vind ik het goed om meer ruimte te zien. Voor het overige vind ik het juist eigenlijk wel fijn en hou ik ook wel eigenlijk van fotografen die het bam, meteen laten zien, hier gaat het mij om. Ik krop wel veel. Soms zou ik misschien moeten durven om dat minder te doen, om het meer aan de toeschouwer over te laten. Wat dat betreft zoek ik af en toe nog. Waarom fotografeer je over het algemeen mensen zeer ruim van afstand of van achteren? Ik heb het eigenlijk al veel gezegd, omdat ik zo min mogelijk wil inbreken in de feitelijke situatie. Omdat ik, als je te dichtbij komt en te veel van voren en ook nog, ik fotografeer zo, dus ik fotografeer niet vanaf mijn buik, ik heb niet een schermpje. Dan word je heel bewust en dan zien mensen snel de camera. En een zekere lafheid zal daar ongetwijfeld ook een rol bij spelen. Welk fotoprogramma gebruik je? Ik gebruik eigenlijk bijna alleen maar het programma Foto's van Apple. Dus de wat standaard op je Mac staat ingeleverd. Daar heb een paar schuifjes om zo min mogelijk inbreuk te maken op de op het moment wat ik gevangen heb. Heel soms gebruik ik een filter van Instagram, als ik het op Instagram plaats. Eigenlijk merk ik dat ik dat er later altijd toch weer van afhaal. Dat is voor Instagram in het klein is dat soms best leuk.
Maar uiteindelijk als ik de foto soms tentoonstel of voor mezelf afdruk, dan haal ik dat er eigenlijk altijd weer vanaf. Heb je met je straatfotografie nooit problemen gekregen met de nieuwe privacywet? Nee, kijk, op straat fotograferen mag natuurlijk gewoon op de openbare weg. Je moet alleen op het moment dat je het publiceert, moet je een afweging maken tussen het belang van jou als fotograaf en degene die je gefotografeerd hebt. Wat ik probeer te doen is mensen niet te zeer in foto's te maken die voor hun al te compromitterend zijn. Zoiets als een zwerver in de zon zit wat mij betreft een beetje op het randje. Als hij echt lam en dronken hangt, dan denk ik, ja, wat is voor mij dan de lol om dat nog te doen? Dus dat is. Ik heb in al die tijd heb ik eigenlijk één keer iemand gehad die zei. Waarvan uiteindelijk de kinderen mij gingen benaderen en zeggen: we willen dat een foto die op een tentoonstelling in Den Haag ging. We willen dat die wordt weggehaald, want het is een schending van de privacy. En toen zei ik, maar waar gaat het dan precies om? En toen bleek uiteindelijk dat het eigenlijk helemaal niet ging om de schending. Ze zeiden, we willen eigenlijk gewoon die foto hebben. Dus het ging daar meer om dat ze de foto gewoon mooi vonden en wilden hebben. Dus die heb ik toen een kopie daarvan gegeven. En de privacy was voor hun een argument om te zeggen, we willen dat die van die tentoonstelling afhaalt, zodat we hem kunnen krijgen. Dus ik heb eigenlijk weinig problemen gehad met de privacywet. Misschien omdat ik van tevoren of het moment dat ik publiceer daar echt al wel een afweging in maak. Dat zal het zijn, denk ik. Dus het valt mee, denk ik, wat nog kan. Maar misschien als je er echt een boek van zou maken, ja, dan zou je een nieuwe afweging maken. Ik heb wel een boek gemaakt voor mezelf. Ik heb het gepubliceerd. En daar heb ik een aantal exemplaren van gemaakt. Wat voor de echte liefhebbers die vanmiddag kijken via de DM besteld kan worden. Maar ik heb een uitgever zou denk ik daar een andere afweging in kunnen maken. Laatste vraag zie ik. Ben je wel eens aangesproken door iemand die je fotografeerde? Ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens. Natuurlijk logisch als je een foto maakt. Hey, waarom maak je een foto? Of is het zo bijzonder wat ik aan het doen ben? En soms ook van mensen, die me dan wel herkennen. En ga je een typetje van me maken? Dat gebeurt, absoluut. En dat is ook waarom ik soms een zekere schroom heb. Niet omdat ik het erg vind om aangesproken te worden. Maar wel omdat ik het niet leuk vind om al te zeer de situatie te veranderen. Oké, dit was het. Bedankt voor jullie vragen, bedankt voor het kijken. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Tot een volgende keer, wellicht.